Stanley Menzo was afgelopen weekend aandachtig toeschouwer tijdens Vitesse Feyenoord. De sympathieke oud-Vitessenaar is sinds kort werkzoekende na zijn ontslag bij het Lierse SK en heeft dus weer wat vrije tijd. Na de wedstrijd spraken we Menzo en vroegen we hoe het met hem gaat. Ja, met mij gaat het goed. Ja? Ja. Wat doe je tegenwoordig? Ik heb heel even rust. Ja. Ik ben gestopt, of we zijn gestopt in, bij Lierse. En ja, nu ben ik aan het uitkijken naar iets anders. Ja. De laatste keer zag ik jou inderdaad in België. Toen speelde Vitesse tegen Lierse. Sinds wanneer ben je daar weg? Ja. Sinds 1 september dit jaar. Een mooie tijd daar gehad. Dat is ook een beetje jouw club natuurlijk. Ja, het eerste jaar ging het wel. Hele jonge ploeg en veel verwachtingen. En het tweede jaar zijn we heel slecht begonnen. En dan weet je dat je aan de beurt bent als trainer. Stanley was in totaal 3 seizoenen actief als assistenttrainer in Arnhem. In die periode werkte de oud-doelman met 3 verschillende hoofdtrainers samen. In 2011 werd hij aangesteld als assistent van Albert Ferrer. Een seizoen later werd John van der Brom hoofdtrainer. En in zijn laatste jaar was Fred Rutte eindverantwoordelijke, de huidige trainer van Feyenoord. Sowieso leuk om weer een keer terug te komen bij Vitesse. En het paste nu. En je speelde ook nog tegen Feyenoord als Vitesse. Dus nou ja, het was een mooie gelegenheid. Ja. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, 2 gezichten. Eerst zelf vond ik behoorlijk in evenwicht. Feyenoord misschien iets beter. En de tweede helft was het precies andersom, vond ik. Feyenoord zette vooral de eerste helft heel goed druk. Hè, waardoor Vitesse niet echt aan voetbal toe kwam. En dat konden ze de tweede helft niet meer opbrengen. En daardoor zag je dat Vitesse iets beter werd de tweede helft. Maar echt uitgespeelde kansen hebben beide partijen niet echt gehad. Feyenoord speelde 3 dagen voor de ontmoeting met Vitesse een Europese wedstrijd tegen Rijeka uit Kroatië. Menzo vond dat dat nog wel invloed had op de tweede helft. Er zijn wel wat spelers van de tweede helft. Hè. Ik geloof de rechtsback gewisseld met kramp. Manu volgens mij een beetje kramp of vermoeidheid. Je zag wel dat ze vermoeid waren. Maar ja, dat zijn jonge jongens en ja, dat kan. En, het is een beetje aan Vitesse. Als Vitesse misschien iets meer gas had gegeven, ja, dat ze het nog moeilijker hadden gehad. Maar ik vond het een terechte uitslag. Waren er nog spelers bij Vitesse die jou vandaag opvielen? Nou ja, Davy heb ik natuurlijk wel gevolgd het laatste jaar. Goede ontwikkeling. En dat viel op. Ja, dat is eigenlijk de enige die mij een beetje opviel. Die ken natuurlijk. En Kasia en Arie van Eijden ken ik ook natuurlijk. En dat is herkenbaar.